Dag. Kijk naar de weersvraag van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de satellietbeelden van vandaag. We zien dat de wolkenvelden over Nederland trokken. En vooral in het oosten viel er enige tijd regen. Twente, achterhoek dus, uh, die hadden lage temperaturen. 16, 17 graden werd het daar maximaal. Tot op de Veluwe wel 19 naar 20 graden werd. En dat werd ook in Brabant en Limburg en in het noorden van het land, waar de zon ook aardig doorbrak, ook zo'n 20 tot lokaal zelfs 22 graden kon worden. Zware buien trokken net ten zuiden van Nederland, ongeveer deze koers. En uh, vooral bij Aken is twee keer een, een windhoos gezien, dus uh, stevige regenonweersbuien. Nou, de komende uren kunnen er nog wat meer buien onze kant op komen. Dat zien we ook op de modelvelden. Let dan vooral op de blauwe kleur, op de neerslag, en dan zie je dat de buien eerst ten zuiden van ons zitten, maar dat ze vannacht toch wat meer ook in de zuidelijke provincies rondtrekken. Er zit een lage drukgebiedje bij boven België, en dat lage drukgebied dat blijft dominant dit weekend. Want als ik het verder laat lopen, dan zien we dat het lage drukgebied eigenlijk min of meer bij ons land blijft liggen. En zelfs zondagochtend om 8 uur is de luchtdruk nog steeds laag. Vooral weer ten zuiden van ons. Van tijd tot tijd trekken er daardoor neerslaggebieden over ons land. En uh, ja, dat zorgt natuurlijk voor wisselvalgeweer. Dan de details. Vanavond dus een enkele bui, vooral de zuidelijke helft van het land. Heel misschien nog een klap onweer erbij, maar die kans is niet zo groot. Temperaturen zo halverwege de avond een graad of 19. De windwaarde uit het noordoosten die is windkracht 2 tot 4. In de nachtelijke uren neemt de buigheid verder af. Heel misschien dus in het zuiden nog een bui, maar verder eigenlijk droge omstandigheden. Brede opklaringen, een minima van zo'n 10 tot 14 graden. En dan morgen overdag, zaterdag. Nou, de dag begint, denk ik, in de grootte van het land heel aardig. Met zonnige perioden, droge omstandigheden. Maar misschien dat in het zuiden al wat meer bewolking zit. En als het echt tegen zit, vallen daar ook al de eerste buien. En dan loopt de temperatuur op in de loop van de dag. De lucht is vochtig, warm. En daardoor kunnen er meer buien gaan ontstaan. Dus in de loop van de dag, vooral de middag, verwacht ik een toename van de buigheid. En die buien kunnen dan overal ontstaan. Maar de grootste kans hebben we het zuidoosten. Zuiden en oosten van het land. Het kunnen pittige buien zijn met onweer en hagel en lokaal veel neerslag, want er staat echt weinig wind. Dus die buien die verplaatsen zich maar heel langzaam. Morgen de regenradar dus goed in de gaten houden, zeker als je enige tijd buiten wil zijn, of natuurlijk gewoon goed naar de lucht kijken. Morgen dus nog hoge temperaturen, misschien lokaal zelfs 25 graden. Dat sluit ik zondag ook niet helemaal uit. Maar er is van zondag waarschijnlijk wel meer bewolking dan op zaterdag. En dan heeft die temperatuur ook wat meer moeite om flink te stijgen. Maar toch, 20 tot 23 graden, dat zijn prima temperaturen. Het gaat wel samen met vrij veel bewolking, af en toe zon. En opnieuw die stevige buien, ook weer met kans op onweer en hagel. Maandag ook nog een paar stevige buien. Ook dan lokaal veel neerslag. En dan gaat de temperatuur een paar graden inleveren. Dan wordt het moeilijk om de 20 graden te halen. Dinsdag neemt de buigheid weer af. Maar helemaal droog is het dan nog niet. En kijken we dan wat verder vooruit. Nou dan zien we dat de temperatuur lekker boven de 20 graden blijft. Uh, maximaal zo rond de 20 tot 25 graden. Dus de zomerse omstandigheden. Of ja, heerlijk lenteweer. Dat houden we voorlopig. En de buigheid neemt in de loop van volgende week af. Dus de vooruitzichten zijn goed, maar eerst nog het weekend door en dan kan het af en toe flink plensen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.